Al meer dan 200 jaar kent Veenendaal de traditie van de bijenmarkt, die hier in het hartje van de zomer wordt gehouden. Het is een wat eenvormige maskerade die telkens jaren veel handelaren en bezoekers trekt. Voor onze cameraman waren er steekhoudende argumenten om zich ook te vermommen. Vooral toen hij het nijvere bijenvolkje van een der korven wat nader wilde leren kennen. Bij de vliegopening is het altijd een geweldig gedrang. In één zo'n korf leeft de uit 10 tot 15.000 leden bestaande hofhouding van een koningin, die zelf niets anders te doen heeft dan in de cellen van de raten eitjes te leggen, waaruit dan merendeels werkbijen ontstaan. Sommige nieuwsgierigen vonden hier nieuwe toepassingsmogelijkheden voor het boodschappennetje. In de echte maskers is rekening gehouden met de gewoonte van vele imkers om een pijp te roken. De meeste mensen houden wel van honing, maar zijn niet zo gek op bijen. Al vonden we hier de uitzondering die de regel bevestigt. Wie vroeger bijen hield, deed dat om er door de verkoop van honing en was een boterham aan te verdienen. Tegenwoordig geschiet het veelal uit liefhebberij en zonder lucratieve bedoelingen. Men houdt ze in korven of, zoals dit jonge paar, in kasten. Het is een hobby die de beoefenaren ervan in contact brengt met een van de interessantste facetten van het leven in de natuur.